Hoi Lenneke. Hoi. Hoe gaat het? Nou ja, steeds beter wel. Ja? Ja? Wat zie je er mooi uit. Dankjewel. Nou, jij mag er ook wezen hoor. Met je strik hier en je haartjes. Nou, bedankt voor het compliment. Hey, zoek je een man of een vrouw? Wat? Ik denk niet in genders, ik denk in mensen. Maar okay, ja. ik neig naar een vrouw. Oké. En wat soort type zou je leuk vinden dat hij hier dadelijk... Ja, ook daarvoor geldt. Ja, ik merk aan jou heel erg dat je denkt, oh, types en kleuren. Maar dat is bij mij helemaal niet aan de hand. Oké. Hoe meer je van tevoren voorneemt, hoe meer het ook kan teleurstellen. En het hoeft helemaal niet. Ik kom hier om misschien de liefde te vinden, maar als hij hier niet is, dan is hij ergens anders. Kom vanzelf wel tegen, op een dag. Misschien vandaag. Ik heb niks met hokjes. Ik begrijp ook niet waarom mensen wel in hokjes denken. Waarom zou je zelf dat aandoen? Waarom is je brein niet een open zee, een oceaan van ideeën, gedachtes, gevoelens? Ja. En je ziet er prachtig uit. Ja, dat heb je nu al voor de tweede keer gezegd. Dat begint een beetje vervelend. Oh, sorry. Maar nee, ik zeg het maar gewoon even. Ik ben heel erg met het hart op de tong. Maar ik vind je gewoon een mooie vrouw. Mag ik dat zelf? Als jij een vrouw ziet, dan zie jij een vrouw. Ja. En kijk eens. Dankjewel. Een vision tonic? Ja. Hallo? Hallo. Wat een mooi printje. Dank je wel. Ja, fantastisch. Ja. Welkom in het Versteeds restaurant. Ja, het ziet er indrukwekkend uit. Ik hoop iemand te vinden die oordeelloos is. Misschien is dat het mooie. Die oordeelloos is, ja, laten we eerlijk wezen. De leek ziet mij lopen en denkt, is nou man of een vrouw? En dat is helemaal oké. Nou, neem plaats, Marion. Ach, hey! Hallo. Hallo. Marion. Veel plezier. Lenneke. Lenneke, hallo. Wat kan ik voor je inschenken? Nou, heb je een lekkere whisky met een blokje ijs? Tuurlijk, ga ik het voor je pakken. Nou, hi. Daar zitten we dan. Hallo. Hi. Hi. Wat een mooie verschijning ben je. Kijk eens. Dag. Nou, dat ging snel, dankjewel. Proost. Marion. Jon. Lenneke. Ja. Proost. Proost. Ja. Ik was even bang toen ik je binnen zag komen dat je een slangenleren jas aan had. Maar dat is helemaal niet zo van binnen, van dichtbij. Nee, ik heb wel slangenleren laarzen. Dat was toen heel populair in Amerika. Nou, daar hoef ik niet naartoe. Nee hoor, nee, maar ik kom al lang niet meer naar Amerika. Sinds dat hele gedoe met die hele politiek. Wat bedoel je precies met politiek daar? In grote puinhoop. Een grote puinhoop is het. In Amerika. Ja. Echt een grote... Ik volg niet zoveel nieuws, maar... Nee, er is een grote puinhoop, hoor. En je kan vaak zeggen, als daar een grote puinhoop begint... een paar jaar wachten, hier puinhoop. Dan komt het hier, ja. Misschien een hele rare vraag om meteen te brengen, maar je bent heel erg belezen, heb ik het idee, toch? Nou, ik zal daar zelf niet mee te koop lopen, maar ja. Ja, ik zelf ook. Ben dol op... Ja, ik hoor het ook al aan jou. Op nieuwsvergaring en... Het leuke vind ik, ik hoor het niet alleen aan wat je zegt, maar je hebt een hele verfijnde dictie. Wat voor dingen lees je, onder andere? Nou, laat ik me heel eerlijk zeggen. Ik probeer zo woke mogelijk te zijn, daarin. Ah, woke. Snap je? Ja, dus oude boeken is ook vaak oude stempel, is ook vaak oude ideeën. Ja. En de tijd... Ik het er helemaal mee eens ben. Nee, maar het mooie is, daar hoef jij het ook niet mee eens te zijn. Is ook weer waar. Hè? Maar dit is waar ik in mijn ontwikkeling mezelf toe heb gebracht. Ja. En dat is niet beter dan jij of slechter. Nee. Nou, het is wel beter trouwens. Ja, maar dat vind maar jij. Maar niets, dat vind ik. En dat is ook mooi. Nou ja. Dat is van jou. Ja, en van jou is van jou. Oh, ik zie nu pas, je hebt je nagels gelakt. Even snel hoor. Het zit ook een beetje op je wijsvinger. Ja. Ja. Ach, hallo. Denise. Ja, jullie tafel is klaar. Nee, oh. Ja, de zoektocht kan verder. Ja. Nou, nog zoiets waarvan mijn broer op mijn enkel zakt. Je broer? Je bedoelt je broek? Mag ik even, ja? Nu gaat dus de Nederlandse landmacht samenwerken met de Duitsers. Ja, dus? Nou, iets waarvan je 75 jaar geleden als NSB'er weer in de bak geflikkerd. Ja, dat is nu ineens besneden koep. Het is gesneden koek. En het is toch juist goed in deze oorlogstijd, Fred? He? De krachten moeten gebundeld worden. Klepri, dat is dus alles voor niks geweest. De Duitsers hebben toch geleerd van hun fouten, Fred? Nee, dat bedoel ik niet, Rie. Ik bedoel dat mijn opa dus als NSB'er na de oorlog in de cel werd geflikkerd. Dat bedoel ik. Nou, dat waren andere tijden, Fred. Ja, natuurlijk waren dat andere tijden, Rie. Anders was het wel nu geweest. Nou, mij ben je kwijt. Ja, beloofd. He, Fred. Kijk, als wat toen goed was, nu slecht is, is dan wat nu slecht is in de toekomst goed. Want anders kennen we net zo goed nu alle brommen en granaten naar Rusland sturen. Nou, nu ben je de dingen om aan het draaien. Oh, ik ben de dingen om aan het draaien. Nou is die mooi. Ja. Dus het Nederlandse leger laat zich inpakken door de moffen. Maar wie is de gebeten herdershond?
Freddy Unterbauch. Nou, ik ga dus mooi in het verzet. Ja, mooi, jongen. Doe je dat weer gewoon hier, vanaf de bank, hè? Ja, zeker. Haal hem maar even lekker een biertje voor me. Die zijn op rantsoen, Fred. Heb je bonnen? Kijk, wat ik belangrijk vind, is dat je loskomt van die traditionele opvattingen. Dat je zelf nadenkt. Wat is woke? L, B, G, T, Q, plus? Kijk, diep van binnen zijn we gewoon allemaal hartstikke geil. Hartza! Pour madame. De salade caprese, heeft u nog uitleg nodig over het gerecht? Een caprese is een caprese. Gek genoeg is het uitgesprokene, het heftige af en toe, is ook meteen het aantrekkelijke. Dus dat is zo paradoxaal. Heb jij toevallig het boek Pleur de Plus Plus gelezen van Pascal Poisson? Ja, zeker gelezen, ja. Nou, ja. Het is een drieluik, hè? Het is een drieluik, natuurlijk. Het is een drieluik. Sterker nog, er komt misschien nog een vierde aan. Wist jij misschien niet? Dan is het geen drieluik meer, natuurlijk. Nee, dan is het geen drieluik meer. Maar get to the point, please. Ik vind je als mens heel mooi. Mm-hmm. Ik vind je aantrekkelijk op een hele Franse manier. Mm-hmm. Ik vind je intelligent, heel intelligent. Dat vind ik, als ik dat zeg, maar opwindend. Oké, ja. Eigenlijk zoek ik niks. Ik vind... Maar je hebt je toch bewust ingeschreven hiervoor? Ja. En wat was toen het moment dat je dacht... Ik schrijf me in, want ik zoek iets. Je zocht op dat moment blijkbaar iets. Ja, ach, Victor. Goed, zijn de mensen uitgegeten? Nou, laten we zeggen dat we klaar zijn. Oké, okay. Nou, dan neem ik de rest. Precies. Ik zou wel willen. Zou je dit voor mij even een rondje door de blender kunnen doen, dat ik het straks meeneem in een bekertje? Ja, oh ja, natuurlijk, zo kan de kop. Super. Wat soms lastig is aan mannen, is, en dat kun je ze niet kwalijk nemen, is dat het bloed van hun hersenen naar hun geslachtsdeel gaat. En dan vallen er bepaalde vitale functies uit. Zoals normaal nadenken en mensen respecteren. Toen je begon met jezelf neer te zetten, om het maar even zo te zeggen. Ja. Ik merk vooral dat Victor had er heel erg last van. En daardoor krijg ik er last van. Dat is wel zo. Dus. Hallo. Oh. Hallo. Hoi. Dat kistje. Zeker. Kistje. Genoten? Ik vond het een zeer interessante avond. Genoeg gesprekstof. Ah, daar zijn we weer. Het moment van de waarheid. Ja. Willen jullie elkaar nog eens zien? Ja. Zeker. Heel graag. Niet? Had ik niet aanzien komen. Oh. Heel eerlijk gezegd. Oh. Ja. Oh. Het was nogal een pittig gesprek. Ja, maar ook heel mooi. Daar zijn we toch niet vies van? Nee, zeker niet, zeker niet. Maar ik had juist verwacht deze dat jij ja, oh. ja zou zeggen. Oh. Ik bedoel, ik was wel geïnteresseerd om te zeggen... nou, ik zou nog wel een keer willen... Dus het komt uiteindelijk helemaal goed uit. Ja, misschien alleen wat anders eten, want de quiche was niet echt heel erg lekker. Ik had bij de tweede hap... Hij viel gewoon verkeerd. Maar leuk, zin in. Heel veel zin in. Muziek is voor ons het allerbelangrijkste in de wereld. Ja, muziek werkt bevrijdend. Het is zo heerlijk om een volle concertzaal te vullen met prachtige muziek. Ja. Muziek is voor ons alles. Ja, alles. Maar mijn god, die fans die je erbij krijgt. Ze willen met je op de foto, ze willen een kus, een knuffel... of je een handtekening wil zetten op hun... Ja, of hun moeders die allerlei seksistische opmerkingen maken... en zeggen dat ze best wel eens met je zullen. Of dat ze zeggen, hé, kijk eens wat ik voor je... Ja, of dat ze aan je... Of je... Of je... Of ze pakken... Of ze... Begin het meteen. Wat? Ik ben nog geen seconde binnen of de geslachtsdelen vliegen over mijn oren. Hé, maar Job, ik zeg toch altijd... Oh, en omdat het altijd zo is, moeten we er ons bij neerleggen, is dat het? Nou, ik dacht het niet, Leon. Dacht het niet. Oké, okay, nou, ik zal het niet meer zeggen. Weet je hoe intimiderend dat is? Hé. Hey. Constant die piemels. Piemel hier, piemel daar, piemel zus, piemel zo, piemel boven, piemel onder. Piemel, 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 piemel. Waarom
praat je over piemels met je klanten. Ik doe dat toch helemaal niet bij alle klanten? Ik doe dat alleen bij jou, joh. Oh, en daar moet ik heel blij om zijn. Is dat wat je zegt? Jij bent zo niet woke, Leon. Oké. Okay. Nee, woke. Jongen, jongen, jongen. Goed. Zal ik er maar 2 kipkoontjes in doen dan? En het volgende voordeel is er alweer. Tuurlijk, ik ga wel weer mee. Ik laat me wel weer in een hokje drukken waar Don Leon me wil hebben. Nu we het er toch over hebben, waarom werken hier eigenlijk geen zwarte mensen? Omdat ik hier werk, Joop. Ongelooflijk. Heb je onder een nazi-schijf geleefd al die tijd? Die vanzelfsprekendheid ook. Ik ben een witte man, dus logisch dat ik de baas ben. Ja, de wereld is aan het veranderen. De wereld is aan het veranderen, Leon. Misschien moet je die vette brillen schoonmaken. Joop, weet je hoe duur het is om personeel in dienst te nemen? Het wordt alleen maar erger. Dus wat jij zegt eigenlijk, is dat zwarte mensen minder betaald moeten krijgen dan witte mensen. Is dat wat je zegt? 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 Huh? En vrouwen zeker ook. Joop, dat zeg ik toch helemaal niet? Nee, je zegt het niet, nee. Maar ik hoor het wel. Of werken hier misschien toevallig vrouwen? Nee. Of misschien hier homoseksuelen? Nee. Of misschien hier gender-neutrale? Nee. Of misschien hermafrodieten? Misschien. Jij bent de meest onwoken, snakbaar hond van het westelijk halfrond, Leon. Jouw oven slurpen energie. Jouw vitrine ligt vol met dode dieren. Om dan maar te zwijgen over die racistische nazi-ballen. Ja, Joop, ik vind nu toch wel dat je een beetje doorslaat. Ik? Ik? Nu wordt hij helemaal... Ik sla nu door. Ja, ja, ik ben degene die doorslaat. Nu moet ik me niet gek op. Wat ga je doen? Joop, wie ga je bellen? Joop, wat ga je zeggen? Joop! Hé, hey, Tim. Timbo. Hofman. Nee. Hé, hey, man. Alles goed? Joop. Ja, Joop. Ja, inderdaad. Dat was zeer gezellig. Ja. Ja. Volgende keer betaal. Anyway. Ja, hé. Hey, ik sta nu in de vethut van de grootste deugniet van het universum. Hoe het heet? Oh, je kent het. Leo's Kipcorner. Ja. Intimidatie, inderdaad. Piemels, precies. Racistisch, nee. Alleen maar met de mensen. Ja, ja, maar ja, wat kun je er tegen doen? Ja, doodschieten mag niet meer, hè? Ja, het heet Le... Ja. Oh. Maar dat is dat is leuk. Een hele uitzending. Met zo'n vervormde stem. Och, wat heerlijk. Ik doe mee, zeker weten. Oké, Tim, tot snel, hè. Oh, nee, jij ophangen eerst. Was de Tim Hofman van Boos? Zo, je bent een gloeiend bijwit, mannetje. Hier. Van het huis. Probeer mij nu het zwijgen op te leggen door deze smeerkorrels aan mij aan te smeren. Nee, is goed. Ik bel Tim wel even. Tim, hey Pik. Hey, ik ben het weer. Dat wat ik net zei, dat klopte niet. Oké, hoi. Ha, ja. Nou. Wat is dit? 2 kipkorrels met curry. Wat? Ik ben een dem. Dem? Dus 2 kipkorns met curry van het huis per persoon. Ja, maar... Hé, hey, maar wacht eens. Jouw telefoon staat helemaal niet aan. Hé, hey, wat is dit? Ga je mijn privacy zitten kijken? Nee. Weet je wat? Ik ben een dem van 3 personen. Dus het zijn 6 kipkorns. En 2 extra voor Tim. Wat? Oké. Heel goed. Leon, dat eindelijk dat kwartje begint te vallen. Je moet wokzaam blijven, vriend. Wokzaam.